Ja, dat zou zonde blijken. Als ze natuurlijk het gat met Ajax op 6 punten kunnen houden, dan lijkt me niet dat ze de titel nog gaan weggeven. Maar goed, Ajax ruikt natuurlijk ook bloed. Als ze op 3 punten kunnen komen en PSV moet de week daarna uit tegen Roda en ze blijven zo matig spelen, dan kan het toch nog wel spannend worden. Ik blijf zeggen, als Gomez in topvorm is, dan is PSV moeilijk verslaanbaar. Want ja, ze geven gewoon, ook vanwege de negatieve instelling, niet zo heel veel weg. Maar heeft Gomez een wat minder dag, dan blijft er gewoon bijzonder weinig over. Ja, de backs zijn al jaren de zwakke punten van PSV. Dat bleek zondag ook weer met Jan Kromkamp en met name Mike Sonneveld. Ja, die verdedigend gewoon het niveau van een landskampioen niet aan kan. En daarnaast hebben ze dan Eduardo Alcide als vervanger van Carlos Salcido. Ja, die speelde natuurlijk een enorme slechte wedstrijd. Ja, de UEFA Cup is toch een beetje de Jupiler League van Europa geworden. Dus ik denk wel dat ze die wedstrijd tegen Ajax veel belangrijker vinden. Ook vanuit economisch oogpunt. We hebben al een aantal keer geschetst hoe belangrijk de Champions League voor PSV is. Dus in dat kader is die competitiewedstrijd tegen Ajax natuurlijk belangrijker dan de achtste finale tegen Tottenham Hotspur van aanstaande donderdag. Dat is met het oog op de toekomst natuurlijk om eventueel Jefferson Farfan te vervangen. Dus in dat kader hebben ze Heerenveen afgetroefd. Maar kijk, als Farfan vertrekt, dan is het de bedoeling dat ze volgend jaar gaan spelen met Amrabat, met Djudjak en met Lazovic bijvoorbeeld. Dat is dan de beoogde aanval. En ja, hij vindt het natuurlijk in eerste instantie prachtig om met PSV te spelen. Dus ja, als wisselspeler heb je er ook heel veel aan. Kijk, als je Farfan op de bank zet, ja, dan heb je niet zoveel aan als wisselspeler. Maar Amrabat zal dat in het eerste jaar ongetwijfeld niet zo heel erg vinden. Het is eigenlijk al zo goed als zeker dat Adrie Koster naar Eindhoven verkast. Dat is natuurlijk wel erg saillant vanwege de aanstaande wedstrijd Ajax-PSV. Dat hij nu Ajax-trainer is en volgend jaar in de dugout van Eindhoven zit. PSV ziet in hem een uitstekende veldtrainer en Huub Stevens is ook erg gecharmeerd van hem. Dus ja, dat is natuurlijk een logische keuze. Ik denk niet dat Ajax daar erg wakker van ligt dat Koster naar PSV zal verkassen. Ja, met het oog op deze belangrijke wedstrijd dus krijg je natuurlijk toch wel een heel saillant tintje. En het is ook niet voor niks dat de clubs het pas na de wedstrijd officieel bekend willen maken allemaal. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Kijk, Huub Stevens die vindt het niet per se noodzakelijk om met twee assistenten te werken. Nou, bij PSV vinden ze dat wel goed. Dus ja, daar is dan Lodewijkers voor in beeld. Maar Stevens is in principe al tevreden als hij gewoon één goede assistent heeft. En dat moet dan echt Adrie Koster worden. Dat is dus de grote vraag. Jan Reker heeft eerder dit seizoen beloofd dat Jan Wouters tot in het oneindige bij PSV kon blijven werken. Maar ja, ik denk niet dat dat als assistent gaat gebeuren. Ja, nu doet Edward Sturing dat nog, maar ja, die partijen hebben al een tijdje geleden besloten om uit elkaar te gaan. Dat klikte niet echt. Dus ja, nu hebben ze William Vloed in het vizier. Maar die heeft natuurlijk ook een goede naam als organisator van mijn club, dus dat die functie zou die uitstekend kunnen invullen. Het was natuurlijk eerder bekend dat ik vooral Gomez, de Braziliaanse keeperstrainer, wilde halen. Nou, die kondigde dat een beetje te vroeg aan in Brazilië. Dus dat weer een hele heisa in Eindhoven. Maar ja, die man is nog steeds niet uit beeld, maar er wordt misschien wel over gesproken om daarnaast ook een Nederlandse keeperstrainer aan te stellen, die onder andere ook de jeugdkeepers gaat trainen.